VMBO-school Het Venster is een bijzondere school. We gaan eens kijken of de leerlingen inderdaad een beetje hun droom waar kunnen maken. Welkom bij Dit is Arnhem. Meneer Wit, u bent directeur van de VMBO-school Het Venster. Het is een bijzondere school, heb ik me laten vertellen. Hoe dat zo? Nou, dat klopt. Op VMBO Het Venster vinden we het heel belangrijk om goed onderwijs te bieden, uiteraard. Dat vindt elke school in Nederland belangrijk. Maar wij willen ook heel graag aansluiten bij de talenten van leerlingen. En daarom bieden wij ons onderwijs aan in 3 profielen. Business, sport, kunst en cultuur. En elke leerling zit bij ons dus altijd in zo'n profiel. Er zitten hier ongeveer 700 leerlingen. En hoeveel docenten zijn er? Ik denk dat we hier ongeveer 75 à 80 docenten hebben rondlopen. Maar we hebben natuurlijk ook part-times in dienst. Dat betekent dus niet dat dat 75 à 80 volle banen zijn. Hoe jong is de jongste leerling? Nou, de jongste leerling, ik weet niet precies. Die zou misschien 11 kunnen zijn. Maar ja, wij zijn voortgezet onderwijs. Dat betekent dat de leerlingen vanaf de basisschool bij ons komen. En de meeste leerlingen in klas 1 zijn 12 jaar. En dan gaan ze door tot hun 16e jaar? Ja, het is een 4-jarige opleiding VMBO, dus dat betekent ze zijn ongeveer 16 als ze hier van school gaan. En wat betekent het om in zo'n kunst- en cultuurklas, een sportklas of een businessklas te zitten? Nou, het betekent dat je naast de gewone lessentabel ook 4 extra profieluren hebt. En dat heb je gewoon binnen je normale schoolweek. Dat houdt dus in, elke leerling bij ons heeft 3 uur sport. Maar zit je in een sportklas, dan heb je 4 uur extra sport. En dan heb je dus 7 uur sport. En in die 4 uur heb je ook lessen op een wat ander niveau. Je zit met allemaal leerlingen die sport leuk vinden, die iets hebben met sport. Ze doen clinics, er komen topsporters hier naartoe. Ze krijgen bepaalde sporten die je bij gewone gymles nooit doet. Nou, hetzelfde geldt voor kunst- en cultuurklassen. Elke leerling heeft 3 uur kunst- en cultuur in de week. Maar de kunst- en cultuurklassen hebben 7 uur in de week. En die gaan in die 4 uur naar een concert. Naar een theater, naar een museum, maken zelf een musical, al dat soort activiteiten. Ik heb jullie weggekaapt uit jullie gymles, want dat hebben jullie ook 3 uur per week. Maar jullie zijn eigenlijk van de kunst- en cultuurklas. Wat doe je in zo'n klas? Dan doe je meer kunst en dat soort dingen. Dan moet je een beetje tekenen en beeldvorming. En dan moet je meer wat meer met je handen, bijvoorbeeld praktijk dingen. Dat moet je dan doen. En hoeveel uur heb je dan kunst en cultuur? Ongeveer 6-7 uur per week. Ja. En waarvoor heb jij ervoor gekozen? Ik vind het zelf al heel erg leuk om met kunst en cultuur dingen te doen. Ik deed vroeger heel vaak toneelstukjes, dansjes voor de klas. Dus ja, hier kan ik gewoon lekker mezelf ook zijn. En wat vind je van de school, Het Venster? Ik kom hier best wel ver vandaan en ik wist niet dat er zo'n school was. En in het begin is het ook heel erg wennen, want de school is heel groot en alle lokalen zitten echt helemaal verspreid overal. Dus het is heel erg wennen in het begin, maar uiteindelijk is het wel een hele mooie school. Zijn er net zoveel jongens als meiden op deze school? Dat vraag ik me af. Ik heb de indruk dat er meer jongens hier zitten. En dat komt denk ik vooral vanwege de afdeling sport, want die is groot en daar zitten de meeste jongens op. Maar er zitten ook wel aardig wat meisjes hier op school. Organiseert de school ook wel leuke weekendjes of excursies? De laatste jaren zijn we naar Amsterdam en Rotterdam geweest. Ook dit jaar zijn we naar Düsseldorf geweest. In het begin ga je dan naar verschillende musea's die de docenten hebben uitgekozen. En daarna dan mag je zelf de stad gaan verkennen met je vriendinnen of met een docent erbij. Je wordt op het KCK Sport en Business word je alvast voorbereid op wat je later bij het MBO of het HBO gaat doen. Dus dan weet jij al zelf wel iets meer dan de leerlingen die daar gewoon al komen. Wij leiden op uiteindelijk om een goede plek op de arbeidsmarkt te vinden. En dat is vooral ook het vervolgonderwijs natuurlijk, het MBO wat hiernaast zit. Maar leerlingen kunnen bij ons doorstromen naar allerlei beroepsgerichte opleidingen die het MBO aanbiedt. En dan kun je daarna een plek op de arbeidsmarkt krijgen.
Kun je je dan ook voorstellen als je in zo'n kunst- en cultuurklas zit dat je bijvoorbeeld later naar de toneelschool gaat? Is dat een mogelijkheid? Ja, dat zou kunnen. Het is natuurlijk zo dat wij VMBO zijn en daarna zit MBO. Maar we hebben leerlingen die inderdaad in die hoek doorstromen en die terecht kunnen komen in allerlei sectoren van de wereld van kunst en cultuur. Maar het kan ook zijn dat je later een uitstekende baan kunt vinden in de sfeer van jongerenwerk of wat dan ook. Dat kan ook. En de business class, hoe ziet die eruit? Nou, business class, daar is ondernemen, jong ondernemen bij ons is daar het centrale thema. Dat betekent de leerlingen die daar zitten, die gaan een eigen bedrijfje oprichten. Die doen projecten op de markt in Arnhem of bij de winkels in Arnhem. Gaan naar de kamer van verkoophandel, oriënteren zich op wat het betekent om een bedrijf te runnen. Er komen sprekers, mensen die uit het zakenleven hier wat komen bespreken met de leerlingen. Dat zijn dat soort activiteiten. En waarom heb jij gekozen voor de business class? Het lijkt me wel leuk om te weten hoe je een bedrijf en zo moet starten. En waar zijn jullie allemaal al geweest in de klas? We zijn naar een markt gegaan. Daar moest je dan dingen kopen en daar moest je wat van maken. Denk je dat je ook de hele opleiding gaat afmaken? Ik weet nog niet, maar in de derde kan je ook kiezen voor handeladministratie. Dan ga je een beetje dezelfde richting als wat we nu doen. Maar ja, ik weet nog niet zeker. We hebben ook nu een soort pakketje gekregen dat we in de vakantie kunnen doornemen wat we in de derde en vierde willen doen. En we gaan ook een kijkje nemen bij handel en administratie. Omdat dat toch bij business hoort. Maar je kan ook gewoon wat anders doen. Spijbelen jullie wel eens? Nee, want als je gespijbeld wordt, staat ook meteen op je magister. En ja, onze mentor houdt dus ook altijd in de gaten, zeg maar. En als je te vaak hebt gespijbeld, komt ook de leerplicht. Wat vind jij van het gebouw van de school? Ja, ik vind het wel een mooi gebouw en het is ook handig dat ze thuisbasis hier hebben. Zodat je niet altijd naar boven, naar de derde verdieping en dan weer helemaal naar de eerste verdieping moet lopen. Dat was niet ooit zo, hè? Er stond hier eerst een oudere school. Ja, we staan hier eigenlijk een beetje op de grens van de oude en de nieuwe school. Er stond hier een school uit de jaren 50. De gemeente Arnhem vond het belangrijk om die school te laten staan, dus dat hebben we ook gedaan. Daar is een nieuwe school overheen gezet. Er staat dus echt een oude school binnen in dit gebouw met dakpannen en dakgoot en alles zit er nog op. En we hebben een goede kunstenaar in dienst gehad, Ruud-Jan Kokke, die in deze omgeving erg bekend is. En die heeft met name de hele design, de inrichting, de kleurstelling van deze school gedaan. En er zijn erg veel design-elementen en erg veel kunstelementen in deze school te vinden. En dat vind ik ook heel erg belangrijk. Wij werken hier wel op een ander systeem. We werken hier met een thuisbasis. En een thuisbasis is een stukje van de school met een groep leerlingen en daar staan hun kluisjes, daar hangen ze de jas op en daar zit het team wat ze hebben. Dus we hebben eigenlijk in deze school 7 kleine schooltjes en daar hebben de leerlingen eigenlijk de hele dag les. In de sportklas, houdt het ook in dat je bijvoorbeeld bij Vitesse kunt gaan spelen in een jeugdclub? Dat zou kunnen natuurlijk, maar wij zijn ook een topsportschool. Dat betekent dat wij de topsporters samen met Beekdal in deze omgeving opvangen. En dat houdt in dat de Vitesse-leerlingen bij ons zitten, maar die zitten niet in sportklas, want dat zijn topsporters. Die hebben juist geen sport bij ons, want die trainen heel veel. En ook alle jongeren die op Papendal zitten en een VMBO-opleiding volgen, die zitten bijna altijd bij ons. Wat betekent de school voor jou? Nou, het is toch wel een school als andere scholen, niet hetzelfde. Want je kan hier toch wel loodschool. En dat is wel handig voor topsporters. En ben jij een topsporter? Ja. Ik speel bij Vitesse. In het jeugdteam? Ja, onder 14. Ja, ik speel bij Ajax. En ook in de jeugd, dan in de C1. En ik ben 15. Maar eigenlijk we hebben dezelfde droom om profvoetballer te worden. En hoe ziet jouw dag eruit? Ik sta om 7 uur op. En dan maak ik me klaar en dan ga ik naar school. Dan word ik gebracht door mijn vader. En dan heb ik school tot ongeveer 1:30. En dan staat buiten mijn busje staat klaar. Een speciaal busje voor de topsporter en voor Ajax. En die brengt me dan naar Amsterdam. En dan train ik daar en studeer ik daar en eet ik daar. En dan om 8:30 of 9:00 ben ik weer thuis. Ze hebben alle vakken die elke leerling in Nederland heeft, want dat is gewoon wettelijk voorgeschreven. En dat betekent dus dat ze bij ons mensen, natuur, mensenmaatschappij, Engels, Duits, Nederlands, dat zijn alle bekende vakken, wiskunde, rekenen enzovoort. Wordt er ook veel gedaan aan naschoolse begeleiding hier? Leerlingen zitten hier in principe tot ongeveer gemiddeld 3 uur. We hebben wel een vorm van huiswerkbegeleiding, maar het is natuurlijk wel zo dat ze in hun activiteiten, in hun profiel, nogal wat dingen doen. We hebben hier regelmatig zelfs voorstellingen vanuit de richting kunst en cultuur. Sportleerlingen gaan
naar een ijshockeywedstrijd in Nijmegen of gaan naar een andere wedstrijd op bezoek. Dus er zijn wel veel activiteiten op dat vlak. Ja. En is er veel schooluitval? Nee, we hebben niet meer dan gemiddeld schooluitval. We proberen leerlingen zoveel mogelijk binnen de school en binnen de thuisbasis vooral te houden. En dat betekent dat als een les uitvalt, want natuurlijk hebben we wel eens docenten die wat anders hebben of ziek zijn, ja, dan proberen we dat op te vangen in de thuisbasis. Julia en Floor, jullie volgen podium, een afstudierichting van het venster. Kun je wat over die richting vertellen? Het is een vooropleiding voor als je ergens op een podium wil gaan staan later. Of als je mensen wilt toespreken. Zodat je bij podium leer je meer ervaring met mensen toespreken en organiseren en zo. Maar je krijgt ook bijvoorbeeld theatertechniek en dans en zang en toneel en drama. Ik vind het venster, ik heb nu op 3 scholen gezeten en ik vind het venster dus fijnste ervan. Want je kan gewoon jezelf zijn hier en zo. En je ziet alle typetjes, zie je wel. Dus je past er sowieso altijd bij. En je hebt ook veel mogelijkheden, dus ik vind het een hele fijne school. En hoe geldt dat voor jou? Ja, ik vind hetzelfde. Ik heb hiervoor ook op een andere school gezeten. En ik ben hier in 1/3 gekomen en ik vind hier heel fijn dat ik echt mezelf kan zijn, zeg maar. Ik denk dat wij een hele warme school zijn waar leerlingen gewoon ontzettend fijn vinden om te zijn. En dat wij een onderwijs bieden wat aansluit bij de beleefswereld van de jongeren.